For each forgotten kiss, for all the memories, for all the times of love, said all we had to say. You played your part so well, a modern Romeo. You came on Cupid's wings, and then you flew away. Juist, dan zou ik zo van jouw chef-kabelbaan over maken. Ja, dat is goed. Want jij kan het toch wel even. Als jij het niet weet. Ik weet waar het moet. Oh ja. En het zou een super baardje mooi komen. Maar dat zijn alle leiding zijn hier. Voor de leiding. We zitten hier met z'n allen in. Neergezet, slash, klaargezet. Op het moment dat het algemene groep voorbij is, misschien zelfs de lunch voorbij is, kunt u misschien wel gaan. Liefst weer voor. Ja. Als mensen vragen wat ze moeten doen, gaan we vaak op stel. GPG. Ja. Ja, we hebben bepaalde aanbevelingen erbij. Ja, dat is wel leuk. Altijd. Als we in de keuken staan, gaat iedereen altijd bij ons chillen. Ja. Omdat we natuurlijk vet in bezig zijn. Ja. 5-5. 12-5. Ja, ja, ja.
zonder schapen. Ja, je had hem al gemaakt, toch? Ja, ja, ja. Volgens mij wel. Ja, ja. Ja, ik denk dat het een sticker voor je maken. Nee, die hoort tot een team. Ik wil voor bij mij. Zullen we weer aan Pieter? De oude stem, de gouden jaren van Aarsluiten. Dat is goed. Maar ja, we staan nog steeds. Dat is het goede nieuws. Ja, daarom. Ik maak even. Nee, ja, ik maak even. Ja, dat is het. Ja, dat is Dus we zijn weer 5 jaar verder. Het waren weer 5 hele mooie jaren, waar alle speltakken ook weer goed gepresteerd hebben. Wat uiteindelijk dus weer leidt tot hele blije kinderen. En dat komt allemaal door onze enthousiaste leiding. Die enthousiaste leiding zorgt dat alle speltakken goed draaien. Waarmee we dus ook dit jaar weer zo rond de 100 leden zitten. Wat eigenlijk onze, ik wil eigenlijk wel zeggen, kerngetal is. Want ik kan me niet heugen dat we niet rond de 100 leden zaten. Dus dat is heel, heel mooi. Vorige keer met het Lustrum, vlak daarvoor, zijn de Pluscouts bij ons opgericht. En die hebben de afgelopen 5 jaar ook weer helemaal een plek weten te vinden binnen de Argonauten. 5 jaar hebben we onder andere 2 Jota's mee mogen maken. Eentje was een normale Jota zoals we die kennen. De andere Jota was een Jota waar de saamhorigheid van de groep weer even aangeraakt werd. Want onze Jota-toren was het weekend daarna helaas omgevallen.
wat nogal wat voor consternatie zorgde. Maar ja, zoals de Argonauten betaamt, stond iedereen hier ook op een doordeweekse woensdag klaar om, om elkaar te helpen. En alle verhalen die dan weer boven kwamen en ja, dat Argonautgevoel dat blijft. En ik wil graag even stilstaan bij de mensen die er vandaag helaas niet bij kunnen zijn, ook al hadden ze het wel gewild. Veel van onze oudleden zijn bijvoorbeeld geëmigreerd of op cruise. Of ja, hele vervelende dingen zijn ze allemaal aan het doen. Maar ja, goed, wel ja, de betrokkenheid bij de Argonauten nog, dat toch even te laten weten wat ze dat aan het doen zijn. Verder, ja, vandaag wordt natuurlijk gewoon een hele mooie dag. Dus ik wil eigenlijk vooral zeggen, geniet ervan. Praat met elkaar. Bak wat pannenkoeken, mocht je er zin in hebben. En we hebben koffie, thee, cakejes, nou, alles is verzorgd. Dus ik wil eigenlijk de vlag vragen. Dus kinderen, mag ik de vlag? Kom maar!
Pas op. Ik zie.
Laat me gewoon. Vincent, laat me liggen. Vincent. Hey, Vincent, weet je wat ik deed? Helpen, er liggen hier nog banden, die mogen ook in de kruiwagen. Als in de kruiwagen. Er liggen daar nog allemaal draaien velpen, zitten op die band. Dat is een kruiwagen. De bedoeling dat ze toch op. Helpen. Wie wil er ontbijt kopen? Dat iedereen de tentoonstelling goed heeft kunnen bekijken. Dat er heel veel herinneringen zijn opgehaald met alle oud leden bij elkaar. Dat er verhalen verteld zijn en dat er absoluut gelach is. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor hun inzet vandaag. En ook natuurlijk voor jullie komst. Zonder jullie als er nog archiefmateriaal is wat jullie in willen brengen. Huidig heeft het archief zeer goed voor. Dat is het record. En mocht je dus nog wat hebben, dan kan je dat bij Huidig terecht. Is het archief? Ja, ik wil graag beginnen en ik naam van mijn vrienden. Ik wil graag Tom Eshuis herinneren. Schoonmaakspullen. Dus dat was ook een hele belangrijke taak. En toen dat eenmaal overgedragen was aan Marcel, ja, toen was je alleen nog maar de vader van kinderen bij de Argonauten. Ja, dus ik wil je erg bedanken voor alle inzet de afgelopen jaar. Het is traditie dat het grote wordt uitgereikt door iemand die een ding al heeft. Aha. Dus ik kan wel leuk. Nou, dankjewel. De gunt, in ons midden die we graag een grote vies willen kennen. En dat is Emmy Groels Jansen. Oh, Emmy! Heel wat jaartjes met ons bij onze clubhuis rond. En als er iets op culinair gebied gedaan moet worden, stond Emmy vooraan. Ik denk, wel 100 ladingen bitterballen heeft ze gebakken in de loop der jaren. En leidingweekenden, opruimdagen, maar ook gewone zaterdagen. Ja, op culinair gebied zijn we heel goed verzorgd door Emmy. En ook onze keuken heeft altijd geprofiteerd van Emmy's aanwezigheid. Want ik wens ze meer dan menigeen hier die rondloopt van boven tot onder geschropt heeft. En ja, Emmy is natuurlijk geen Argonaut geweest, wat raar is, want uiteindelijk wordt iedereen Argonaut, dus ik weet niet waar dat... maar wel jeugdlid geweest bij de Mangokanen en uiteindelijk bij de Burg. Toen ging je naar de Vijanden, want vriend inmiddels man, die zat toch hier. En ontzettend bedankt voor alle inzetten de afgelopen jaren. Ja, dus bedankt. Ja, ook jij krijgt nog een vriend. Hans heeft het gepresteerd om meer dan één keer penningmeester van onze groep te zijn. En ook meer dan één keer meerdere termijnen. En in al die jaren heeft hij ons financieel gezond weten te houden. En dat heeft hij met heel veel enthousiasme gedaan. En door hem zijn we de jaren doorgekomen, zo gezegd.
Ook tijdens de brand heeft hij daar enorm voor ingezet. En daar willen we heel graag voor bedanken. Zoals Hans het zelf zei, als er geen nutsbedrijven waren, zou het penningmeesterschap wel heel saai worden. Want met de nutsbedrijven hebben we ook wel wat perikelen gehad. Ondanks dat Hans er vandaag niet is, wil ik hem toch toekennen. Dus ik zou graag 3 hoeraatjes voor Hans willen hebben. Hiep hoi, hiep hoi, hiep hoi. Kom maar op jongens. Ontzettend bedankt allemaal en op naar de volgende 70. En 1 huishoudelijke mededeling, het eten wordt dadelijk daar geserveerd. We worden dus gefilmd door Hans Boel. Okay. Dus als jullie heel goed. Het moment waarop het eten wat lekker was. Die ook nog zootje. Dus je hebt 2 grote bakken. Ja. Ja. Jongens, ik heb zo'n vreselijke honger. Ik begin te kletsen en te praten. Oké, nou, het is geregeld. Ja, maar laat me er wel doorheen. Dat is heel veel. En zo? Ja. Ik vind het vast. Zo. Ja, niks aan te zien. Keurig. Ja, we kunnen door. Leven. Mooi door, want spierbal. Prima. Straks wel hakken. En die koek. Dank u. Met een moderne techniek en dat is een Spelen. Of muziekinstrumenten maken, rijst erin en dicht plakken. Ik heb er nog steeds contact mee. Ja. Dat is wel een bijzondere typje. Ja, en ik kan Hans nog wel steeds bij onkoud. Het ging op die school in de eerste instantie voor de richting voorlichting public relations. Ja, maar dat was een beetje zwaar. Dat was niet zwaar, maar dat was echt heel erg. Nee, dat waren allemaal van die overhemdjes. PVD-balletjes, moet ik zeggen. Getven. Nou, dat was nou niet mijn type. Nee. Maar de televisie- en radio-richting, dat was een hele gave docent. Dat was een hele leuke.